Hoe gaat het met jou? Jij gaat ook lekker mee nog steeds, of niet? Nee, je vindt de sfeer ook fijn, bedoel ik, en zo. Je voelt je op je gemak hier. Nou, ik heb de indruk dat hij bewust verliest met Boog, omdat hij iedere week hier wil zitten. Ja, ik heb ook die indruk inderdaad, ja. Gaat goed thuis ook met de baby en dat soort dingen allemaal? Alles. Ja, gaat lekker? Ja. Als je thuis bent, want je bent niet veel thuis, heb ik de indruk. Dat klopt, daarom gaat ook goed. Ben je wel zo'n avond thuis eigenlijk, of niet? Weinig. Ja, hè? Ik belde je donderdag, stond je een bolzwarte lezing te geven. Ja, dat klopt, ja. Gaat helemaal nergens meer over. Ja. Hè? Dan kan hij een beetje aandacht thuis, Gert-Jan. Kom op, hè. Je wordt vader. En je zegt het goed, ik word vader, ja. Ja, 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 ja. Kijken we dan weer verder. Ben je al aan het schilderen? Klusjes? Ja, ik heb klopt, vandaag. Dat was klusdag. En? Ja. Blauw of roze? Nee, het was groen. Groen? Ja. Is het een kalfje dan? Geboren? Dat is maar afwachten. Nou, ik las toevallig vandaag dat groen een rustgevende kleur is. Hè? Dat mensen heel rustig zijn. Dat wist jij ook waarschijnlijk weer, of niet? Ja, toch? Je verdiep je erin, hè? Ja, ik had het ook ergens gelezen. Toevallig had ik het vandaag gelezen. Vandaag op die groene trui. Je denkt even kalm. Als je dus je vrouw een verwachting hebt, dus bij mij gelukkig heel lang geleden. Ja. Maar dan realiseer je pas, dat komt er allemaal op je af, hoeveel er gepubliceerd wordt aan boeken en programma's en zo. Dat is een wereld op zich, hè? Ook in jouw tijd al? Ook in mijn tijd al. Heel lang geleden al, toch? Ja, dat heb ik allemaal heel bewust meegemaakt. Dat was toch met de zwart-wit tv en zo nog toen, of niet? Jazeker. Ja. Ja. Maar heb je dan ook... jij maakte wat grapjes laatst tegen Gert-Jan over dat puffen en zo. Maar hoe zit het met jouzelf in die tijd dan? Ik ben meegeweest naar de puffcursus. Dat heeft het huwelijk niet kunnen redden, overigens. Nee? Nee. Ik was toen meteen uitgepufft. Dat was gelijk klaar. Ja. De puffend was afgelopen. Ja. Ja? Ja, de puff was eruit. Ja. Wil je nog iets meegeven, Gert-Jan, waar hij dan rekening mee moet houden? Nou ja, slapen nog nachtjes. Hè? Ja. Tandjes die komen, alle kinderziekten komen langs. En als je dan 's ochtends om 5 uur in de auto moet zitten naar Bochum, dan worden de nachtjes erg kort, hoor. Ja. En dan in het begin moet je om de 2 uur een flesje geven. Ik zie Gert-Jan met die grote klauwen met zo'n flesje. Je hebt er zin in, of niet, nu, hè? Ja, jij vindt het leuk. Ja, die heeft er zo'n spijt van. Nou, dat valt er wel mee. Ik heb er geen spijt van. Nee, zou ik net zeggen. Ik bedoel, hartstikke mooi, man.